Quincy Hoogstegen, man van de wedstrijd bij FC Dordrecht Roda JC. Dat dus eindigt in een 1-1 gelijkspel. Je was heel erg bedrijvig vandaag tegen Roda. Wat was jouw rol vandaag? Ja, vooral omschakelen, want ik stond op het middenveld natuurlijk. Dus veel meters maken, naar voren aanvallen en naar achter. En daarin kon ik mijn bijdrage inleveren. Ik heb je ook dit seizoen een aantal keer in de voorhoede gezien. Nu echt als middenvelder, dan weer links, dan weer rechts. Echt op allerlei manieren hebben we jou vandaag aan het werk gezien. Wat is nou eigenlijk de positie dat jou het beste bevalt? Ik zelf vind het fijn als aanvaller voorin. Maar ik laat vandaag ook zien dat ik op het middenveld kan. Dat ik met mijn mannetje mee kan lopen naar achteren natuurlijk. En ja, vooral mijn dreiging en mijn bijdrage aan het team. In hoeverre kan je leven met een uitverkiezing als man van de wedstrijd van vandaag? Ik ben daar wel blij mee natuurlijk dat de fans zo naar mij kijken en dat ik dat vandaag mag zijn. Ik vond zelf nog dat ik een doelpuntje mee kon pakken, daar ging ik voor natuurlijk. En jammer dat je hem dan net niet wint vandaag, maar ik vind wel dat we als team allemaal hebben gestreden. Je staat bekend als een groot talent bij FC Dordrecht. Vorig seizoen nog niet het aantal minuten gepakt, denk ik, dat je zo graag zou willen. Dit seizoen kom je vaker aan bod bij FC Dordrecht. Wat is het plan wat deze club met jou heeft? Gewoon zo snel mogelijk ontwikkelen, maar dat ik wel de juiste stappen blijf nemen, dat ik het niet te snel wil. Dus die kleine stappen blijf ik uiteindelijk maken en zoals je vandaag ziet, dan geeft de trainer mij de kans en dan kan ik me laten zien. Dus. Welke stappen heb je zo al gemaakt dit seizoen, vind je? Fysiek vind ik vooral dat ik stappen maak, meer duels die ik aanga. Ik vind dat ik beter in mijn vel zit. En dat ik veel meer bijdrage kan leveren aan het team. Vooral aanvallend. Ik ben vrijer in mijn acties. Dus ik zie die ontwikkeling wel. En als ik zo door blijf gaan, dan kan ik blijven ontwikkelen. De ontwikkeling moet ook tot uiting komen in het team. Want FC Dordrecht is nog wel de hekkensluiter van de eerste divisie. In hoeverre zie jij het perspectief dat het nogal beter kan gaan bij FC Dordrecht? Want je pakt nu wel een punt. Dat is goed bij FC Dordrecht. Maar je bent nog wel laatste. Welk perspectief zit je nog? Ik vind zelf elke week ook op trainingen. Iedereen is ermee bezig, iedereen vecht en iedereen levert gewoon kwaliteit. Dus daar ligt het niet aan. We doen het uiteindelijk met z'n allen. En zoals vandaag is het gewoon jammer dat je geen doelpunt erbij pakt en wint. Maar de strijdlust die is er, iedereen vecht. En als we zo door blijven gaan, dan kunnen de resultaten omhoog gaan. Tot slot, kun je al met al leven met het gelijkspel? Ja, klopt. Ik had graag willen winnen, maar ik denk dat we vandaag hebben gevochten en dat we daar blij mee moeten zijn.